Ja. Ja, lekker. Eindelijk. Leuke vis. Welkom bij een nieuwe SK Carpfishing video. Daar zijn we weer met z'n tweeën. Lekker een najaarssessie. Ja. Het is oktober en we gaan mooi water bevissen. Ja. En we gaan hopen op een paar dikke knoepjes. Dan gaan we even de lucus opzoeken. Dan gaan we ze daar positioneren, of niet, maat? Ja, man. Dan gaan we daar de valkuilen neerzetten. Ja, zeker. Dus, hopelijk trappen ze erin. Hopelijk, ja. Dus nou ja, we zitten. Nou ja, hopelijk komen we snel bij jullie terug voor de eerste actie. Tot snel, hopelijk. Tot snel. Hop. Ga ik nou toch meemaken, joh. Gaat hij een ontbijtje van me maken? 27 jaar, 28 jaar vissen. Kijk, eindelijk een eindje van hem. Echt, hè? 27. Ik ben trots op je, man. Ja, man. Oh, nee, nee. Ja. Loop nou niet zo te doen. Oh, sorry. Maar was een beetje kansloos vannacht, hè, maat? Oh, was wel een beetje stilletjes. Was een beetje... Een beetje jammer. Ja. Maar goed, wat nog niet eens kunnen komen. Dat is waar. We hebben nog 4 nachten te gaan. We houden gewoon vol. Ik heb er toch wel vertrouwen in, hoor. En blijven vertrouwen in wat je doet. Dus gaan we zomaar weer even kijken op de plaat, denk ik, of we wat anders kunnen vinden. Ja, het is een beetje... Ik lig naar mijn zin, ik wel legde hem neer eigenlijk gisteren. Ik denk, hè? Net niet? Nee. Net niet. Ja, maar goed. Ja. Eens even ontbijten. Lekker. En dan kijken we later even verder. Oh, ja hoor. Zo, eindelijk. Maat, hij liep mof. Mam. Ik weet even niet wat hier nou op zit. Ja, een eend. Nee, ik ga onderlijf, nee. Lekker, man. Echt, hè. Of ze het weten. Ik dacht het niet wel, man. Nou, gewoon rustig blijven. En doe je zwembroek aan. Je net. Hier is de vis met 2 ontsnappingspogingen. Ja, hij wist zijn plekjes. Hè? Zo. Ja, het is wel een heel kleintje, maar... We beginnen klein, Rens. Ja. Daarop houden. Ik vind het wel een mooi visje. Ja, zeker wel. En, qua kleurtjes weer. Is wel leuk. Zeker. Met deze die had eerst Rens, dus wat je al hier zag met de boot. Ja. Helemaal moeilijk gedaan. Dus hij komt hier aan de kant, hij geeft mij die hengel aan en het net. Alleen had het net een beetje schuin, zwemt hij er weer uit. Dus uiteindelijk heb ik hem wel zelf weer gevangen. Ja, goed, maar ja. Ja, we hebben wel weer gelachen, hè. Ja, tuurlijk. Huh? Lekker stuntelen, dat kunnen wij goed. Ik zit de andere kant aan jullie tonen. Hopelijk op stuntel vis 2. Hè? Ja. Gaan we releasen, jongens. Yes, gaan we doen. Na de vis die ik had, hebben we geen actie meer gehad. Dus het is nu rond 5 uur. Dus we doen even de lijn nog even uitvaren voor het eten. Ligt alles op scherp en dan hopelijk loopt hij weer snel af. Zo, maat. Het is taai. Het is zeker taai, ja. 2 nachten erop zitten. Vanochtend 1 verspild. Hmm. Ja, maat. Wel nog steeds. Maar goed, we vissen onverhard door. Ja, gewoon stug doorvissen en... En hopen op het beste. Wind is goed, weer is goed. Alles is goed. Behalve de karpers doet het niet goed. Nee, dat is een beetje jammer. Maar goed, wie weet gaat het nog wel komen. Nou ja. We gaan gewoon verder vissen stug en hopen... krijgen we wat meer vissen op de hengels. Ah. Nou, ze zitten er echt wel hoor, jongens. Grotere vissen hier, maar... Nog niet voor ons. Niet voor ons. Maar misschien komt het nog. Ah, het is wel weer leuk schuppie. Ja, de andere kant. Naar de andere kant. Hij valt eraf. Ja. Bijna hetzelfde. Echt, hè? Van de andere kant. Dan gaan we weer leasen. Zo, goedemorgen. Nou, eindelijk mag ik eens een visje vasthouden. Deze bleef wel hangen. Mooie spiegel. Ja, het is helemaal weer geweldig. Ik vind vissen weer leuk. Maar goed, ik kwam 2 tijgenootjes. Dat is eigenlijk wel helemaal goud.
vind het prachtig om te vangen. Dat is ook echt puntje gaaf, hè? Ik hou er wel van. Nou, even de andere kant. En de andere kant. Het zijn echt wel mooie vissen hier, hoor, Den. Ja. Echt, We komen een beetje grotere vissen nou. Als ze vis vangen. Als we vis vangen, het blijft taai. Palmaringen er wel een beetje klaar mee. We hadden er twee nog vannacht, maar ja, het is nog niet het formaat wat hier zwemt. Maar goed, het is wel leuk. Het lijkt op een jonge uitzet, maar het kan net zo goed de kindjes zijn van die grote spiegels die hier zwemmen. Ja. Kan zomaar. Dat is één goede paai en je hebt dit. Maar goed, we gaan hem terugzetten en dan op naar de volgende. Zo, goedemorgen. Nou ja, ik ben nooit zo van het uitleggen. Alleen dit keer ga ik het toch eens proberen. Ik heb de eerste nacht gevist met een onderlijntje. Maatje 6 erop. En op een gegeven moment kreeg ik eindelijk een aanbeet. Dat duurde even. En die schoot los. Dus op dat moment had ik wel zoiets van, ik moet wat aanpassen. En ik denk, ja, hij zal niet genoeg houvast hebben. Dus ik ben eigenlijk overgegaan op maatje 4. Waarom? Nou ja, net iets bredere bocht. Net iets beter hakend, denk ik. Maar goed, het is maar gokken natuurlijk. Eén vis verspelen wil niet altijd zeggen dat. Maar goed, na het aanpassen heb ik toch twee vissen nog op deze richting mogen vangen. En die zaten perfect gehaakt, zo in de onderlip. Maar goed, even kort over de onderlijn. Hoe bouw ik die? Voor deze onderlijn gebruik ik Entrap Soft, een relatief stugge onderlijn. Vanaf het einde strip ik 13 centimeter van de coating. Vervolgens leg ik een platte knoop voor de her. Om de afstand te bepalen van de her bevestig ik het te gebruiken aas, in dit geval twee tijgenoten. Vanaf de coating meten we 22 cm af en knippen we het van de rol. Een 3,1 mm richtring schuiven we over de onderlijn naar het aas toe. De haak, een streekpoint, halen we door de richtring en leggen een platte knoop. De afstand van de ring tot het aas is 8 tot 10 mm. We halen de onderlijn door het oog en wikkelen hem 2 à 3 keer om de steel. Vervolgens halen we de onderlijn terug door het oog van buiten naar binnen. We meten 17 mm krimpkous af en schuiven die over de haak. Vanaf de haakpunt meten we 17 cm af en strippen de coating. Hier maken we een 8 knoop. Deze blijft met druk beter op zijn plaats. Nu krimpen we de krimpkous. Belangrijk voor deze rig is een shot aan de hoek. Een 0,3 loodhagel bevestigen we aan een draadje en plaatsen we net voorbij de weerhaak. In de krimpkous maken we een knikje voor een agressieve indraai. Een loodhagel van 0,8 gram plaatsen we op de onderlijn 3 à 4 centimeter vanaf de krimpkous. Hij draait altijd met de haakpunt naar beneden. Oh, een drama als SCM, maat. Oh man. Hebben we er nou? Drie visjes. Nog niet wild? Ja, maar zitten er echt wel, hoor, die grote jongens. Ja, dat hè. Maar goed. In ieder geval vannacht twee vissen. Dus als we die trend door kunnen zetten, Den. Ja. Nacht 3, nog de laatste nacht 4. En dan nog een beuken ertussen. Zou wel lekker zijn, hè. Ja, dat zou leuk zijn. Maar goed, nu eerst lekker een bakje koffie. En dan gaan we hopen, fingers crossed, een paar mooie vissen nog. Ja. En zo niet, ja, dan volgende keer weten. Zo is het wel. Nou, tot later. Wat ben je aan het doen? Ja, eten. Oh, ik dacht braadsem vangen. Ja, ik denk dat braadsem is, man. Zie je? Braadsem. 100%. Nee. Gewoon een dik karper aan. Hier, gaat hij omhoog. Hier? Oh nee, toch niet. Twijfelachtig. Alleen maar bellen, hè? Alleen maar. Vooral achter dat plateautje, man. Zo, daar zo weer. Een heel bubbelbad. Hier, moet je kijken.
Inspiratie. Dat is op jouw stek, maat. Ja, dat duurt niet lang meer dan. Loopt de peens af. Dat is even gek. Hè? Op de boliehengel gewoon. Het duurt even 5 nachten. Nou, we gaan... Bijna aan het schieten. Ja. Even afdrillen, dan zijn we weer terug. Ja, tot zo. Ja. Ja, lekker. Eindelijk. Leuke vis. Eindelijk dan. Zo. Duurde even. Maar eindelijk, 4 dagen. Eindelijk een leuke vis van formaat. Een lekker dik pensie erop. Dus ik ben blij. Tevreden. Ook een keertje van jou hengel af. Nee, geef eens een keer wel weg. Normaal is het andersom, hè? Ja, maar dan blij dat jij blij bent. Ah, dit is leuk, weet je. Hier doen we het voor. Nou. Echt wel een mooie vis. Ook weer puntje gaaf. Ja, ik hou ervan, man. Hopelijk komen er nog meer van zulke, man. Nou ja, nu ben jij aan de bunt. Dus ik hoop dat voor jou net zoiets moois eruit let komen op. Nog. Ik vang weer flipper. Ja, let op. Dat kan zo maar. Je weet hoe dat soort dingen gaan, hè? Dat maakt niet uit. Dat. Maar mooie vis. Zeker. Even de andere kant nog. Hoppatee. Hoppa. Mooi man. En de andere kant. Goed. Nou, Dus dan de eerste op de bolies, hè? Ja. Dus zie je dan toch weer, de dikke vis komt dan toch weer van de bolies af. Ja, dat is wel weer... Misschien is dat het dan... Maar goed, mooie vismaat. Zeker. We gaan een paar foto's schieten en dan weer terugzetten. Ja. Gaan we dat doen. Lekker. Nou, dat was het weer ineens. Oh, ja. Het was een zeer taaie sessie. Ja, een zeer taaie, ja. Maar goed, zo zie je mij. Gewoon blijven zitten en dan loopt hij zelf wel een keertje af. Ja, dat is zeker zwaar. Ik zeg, hadden we het beter kunnen doen? Denk hier nu? Niet. Niet? Nee. Ja. Ander water misschien wel. Maar goed, we hebben ons weer vermaakt. We hebben toch weer een paar mooie vissen kunnen vangen. En we gaan wel weer werken naar een volgende video. Dus tot de volgende video. Bedankt voor het kijken. Ja, vergeet niet te abonneren en te liken. En nogmaals tot de volgende keer. Later.